2000 jaar geleden. De Romeinse limes. De geschiedenis van de lage landen bij de zee begint met de komst van de Romeinen. Ze hadden vanuit Italië, noordelijk Afrika en grote delen van Europa veroverd. En ze bouwden niet alleen wegen en bruggen, maar ze hadden ook geschiedschrijvers. Vooral Tacitus heeft met zijn Annales een einde gemaakt aan de prehistorie van ons land. Door hem weten we dat de grens van het Romeinse Rijk, de limes, werd gevormd door de Rijn. Langs de zuidoever verrezen grote forten en wachttorens om de gevaarlijke stammen in het noorden, door de Romeinen allemaal Germanen genoemd, in de gaten te houden. Het lukte de loodzwaar bewapende Romeinse legers niet het moerassige met oerbos bedekte noorden in hun macht te krijgen. Een van de Germaanse veldheren heette Arminius, in het Duits Herman. Hij was waarschijnlijk als gijzelaar in Rome opgevoed, sprak vloeiend Latijn en werd door de Romeinen als bondgenoot beschouwd. Hij wist een leger van 18.000 Romeinen in een hinderlaag te lokken en te verslaan. Tacitus schreef over hem: Arminius was de bevrijder van Germanië. Dat staat al vast. Hij was niet de enige aanvoerder die tegen het Romeinse Rijk vocht, maar hij deed het toen Rome op het toppunt van zijn macht stond. Op het slagveld streed hij met wisselend succes, maar in de oorlog is hij nooit verslagen. Hij werd 37 jaar oud en had 12 jaar de macht. Zijn naam leeft nog steeds voor in Germaanse liederen en verhalen. Waar zouden kleine volken, zoals de Germanen, de kracht vandaan hebben gehaald om zich zo lang te verdedigen? Ik denk dat ze doorgaan omdat ze toch vechten voor hun vrijheid, voor hun vaderland. Omdat ze boos zijn. Omdat er zoveel slachtoffers zijn gevallen en dat ze dat niet pikken. Ik denk dat mensen die heel lang onderdrukt worden op een gegeven moment niks meer uitmaakt dat ze al zoveel verloren hebben en dan toch steeds maar doorgaan, dat ze toch niks meer kunnen verliezen. Ja, een soort van adrenaline dat ze gewoon niet mogen verliezen, omdat dan hun cultuur vervaagt en alles wat zij hebben opgebouwd. Ik vecht voor een doel, het doel is voor mij. Want het is hun land, hun cultuur. Hun zin van het leven wordt afgenomen. Dan denk ik dat ze echt zoveel wilskracht hebben dat het ook niet zo gauw meer eruit krijgt. Dat als er op een gegeven moment vrede komt of het land wordt verdeeld, dat je nog steeds die haat, die blijft er gewoon. En dat je juist daarvoor gaat leven. En het enige is wat je nog in je leven wil rechtzetten. En daarna gewoon wil sterven. Kun je volken noemen die op dit moment weerstand bieden tegen een onderdrukker? Op dit moment verdedigen Palestijnen zich tegen de Israëliërs. Tibet tegen China. Irak moest zich verdedigen tegen Amerika. De Aboriginals in Australië zijn jarenlang onderdrukt door de Australische regering. En daar zijn ze nog steeds mee bezig om daarvoor te vechten voor hun vrijheid en dat ze gewoon in vrede kunnen leven. Niet alleen landen worden aangevallen. Wat doe jij als je wordt aangevallen? Als iemand mij aanvalt, dan val ik terug aan. Dan ren ik weg. Flinke stoot gegeven. Kalm blijven. Ik verlies misschien wel, maar ik vecht wel terug. Terugvechten met woorden. Op welke manier zie je de Romeinse invloed terug in onze cultuur?